We zijn in Leersum. En in Leersum is een tijd geleden een valwind geweest. En toen was een heel stuk van de route echt versperd. En daar hebben ze eigenlijk de mogelijkheid gepakt om de route gelijk een stukje te upgraden. En we gaan deze nieuwe trail eens even bekijken. Yes, let's go. Het ziet er mooi uit. Het is een mooie dag. Let's go. Dat was hem. Het is, weet je hoe lang het is? Ik heb nu, maar het zijn alle rondjes, 5, 6 kilometer erop zitten. Nee, dat is drie keer. Dus 2 kilometer, zeg maar, rondje. Ik denk bijna 2 kilometer. Ietsje meer, denk ik. Als je het eerste lusje ook nog mee telt. Ja. Vanaf de verkeerplaats rechts helemaal. Hey, ik vind het tof. Mooie uitbreidingen. Je ziet dat het steeds wat technischer mag zijn. Ja, en het is een leuke mix tussen klimmen en afdalen. Ja. Niet één omhoog en alleen maar afdalen, maar gewoon een beetje omhoog, weer van naar beneden. Kleine sprongetjes, kleine drops. Goed gebruik gemaakt van het terrein. Alle kuiltjes rijden we geloof ik denk ik door. Ja, dat, zeker. En het wordt steeds beter ingereden. Ja. Ja, zeker. Yo. Lekker vlog maken, hè? Yes. Ja, en goed gescheiden van de voetgangers. Hier en daar moet je nog wel even opletten. Maar ze kunnen niet makkelijk de route op, wat voor allebei denk ik fijn is. Mooie, mooie aanwinst. Mooie aanvulling, zeker weten. Ja, het Lombok Bos, de Donderberg Trail. Tot de volgende keer, later. Later.